Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 18 alweer. Ronde nummer 2 van seizoen 2 gaat dus beginnen. Heb je die vorige video in Bahrein gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het ietsje, klik erop als jij die video verschijnt, maar het allerbelangrijkste is gewoon... Ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijks F123 My Team Career Mode content. We kunnen er weer tegenaan met content. De laptop is dus weer terug zoals in de vorige video uitgelegd. Dus verwacht hier van mij wekelijkse uploads op zaterdag en zondag om 1 uur Nederlandse tijd. Goed, check even de mail en hebben een Alpine livery geclaimd. Dat is goed om te zien. Zijn we aanbeland bij het home menu van het team. De kalender is al opgevuld. Even kijken wat we nog kunnen kopen aan de faciliteiten. We werden dus vijfde in de vorige wedstrijd dankzij een rode vlag situatie. Hadden daar optimaal van geprofiteerd. Verwacht eerlijk gezegd niet zoveel bijzonders van deze wedstrijd. Klassement is vijfde. 10 punten erbij. Deden het heel goed. Spoelen de tijd gewoon eventjes door. Er komen een aantal updates binnen. Ook een aantal, wat is het, scenario's waarin we uit moeten gaan kiezen. Dilemma's zijn het. Thanks for dealing with them. The department... Pakken dus Carlos Sainz als rivaal. Er komen nog een aantal updates binnen. Ook weer het inkomen is erbij. En alle upgrades zijn binnen. Dat is goed. En dan vind ik het wel tijd voor de kwalificatie. Voor de grootheid van Australië, aflevering nummer 18, gaat beginnen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of we door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Hadden daar per ongeluk licht de muur geraakt. Geen voorvleugelschade opgenomen gelukkig. En kijken wat we kunnen doen in Q1. Alles verloopt tot nu toe hartstikke goed. Daar een klein beetje te wijd. Kom aan bij de laatste bocht en daarna Perez een 1.19.4 noteren. DRS weer geopend. En dat is voor ons een 1.23.4. Een P9 achter thuisheld Mark Webber. Diezelfde Webber rijdt dus nu achter ons met ongeveer een minuut op de klok. Probeert ons in te halen, maar dat laten wij niet toe. Wij zijn bezig met een snelle run, we hebben het dus ook en we gaan daar een beetje te wijd op het gras, onderstuur, op de exit. We hebben geprobeerd ons er voorbij passeren, lukt helaas niet. Maar dat betekent wel dat deze ronde niet goed gaat worden. Laten we wel groen in sector 1 en 2 noteren. Anderhalve seconde zijn we onder onze eigen tijd gedoken, de vlag hangt uit in Q1. En dat is... de laatste plek. Starten dus op P22 in de grootrit van Australië. Hamilton na P1. Nog eens op P2 op 10.000ste in Q1. We hebben 21ste, wij 22ste. Laatste startrij voor ons. Maar goed, het is wat het is. Op naar de race voor aflevering nummer 18. Daar gaan we dan.
Welcome to magnificent Melbourne in the Australian sun. This is a fantastic city and it's a fantastic and slightly revised racetrack. It's Albert Park Circuit, 3.2 miles of bumpy city streets. We have changed the turns at 1, 3, 6 and 13. They have all been widened. We've got rid of the chicane at 9 and 10. That is now a flat out right-hander. It's a new look that made its debut in 2022. New life into an old classic. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and he will start from pole position. And Oscar Piastri completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Hamilton, Verstappen, Sainz, Leclerc, Perez, Albon, Stroll, Hülkenberg, Gasly, Magnussen, Ocon, Bottas, Tsunoda, Richard Bashaw, Sargeant, Joe, De Vries, Webber, and the Professor. Preparations almost complete. Let's head down to the track. And we welcome Natalie Pinkham to the cold box once again. That's no weather issues to worry about. It is dry and glorious out there. Everyone can focus on the racing. Well, the regulations aren't new anymore, but the teams and the drivers are still coming to terms with them. I firmly believe it's also track specific. We've seen some wheel-to-wheel racing throughout the year. Some tracks lend themselves better to it than others. I'd like to see it at every race in the whole season. Is that too much to ask? Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Nou, dat gaat nogal lastig worden, denk ik, een top 10 finish halen. Starten op de laatste plek, 20 rondes te gaan. Ineens stoppen, soft, medium wordt de strategie. Gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Banden opwarmen, starten achter thuisheld Mark Webber. Nick de Vries zit hier nog mee in deze game save. Dus Ricciardo doet hier niet mee. Banden en remmen op temperatuur zien te brengen. En dan gaan we er gewoon iets moois van proberen te maken in deze grote prijs. 20 rondes lang kunnen we kijken wat we kunnen doen op deze zachte band. Gaan wij langer door dan de rest? Gaan we eerder naar binnen voor een undercut? Komt er een safety car? Komt er een virtuele safety car? Geen flauw idee. Iedereen maakt zich klaar voor de positie. En dan sluiten wij als laatste aan en dan gaan we gewoon beginnen voor ronde nummer 2 van seizoen 2. Aflevering nummer 18 gaat beginnen hier in Australië. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen goed weg. Beetje wielspin al te pakken, maar dat geeft niks. Maar ik heb er ingehaald. Proberen daar jouw aan te vallen aan de buitenkant. Lukt niet. Doseren hem daar wel op de achtervleugel. Zitten daar een beetje te knoeien met Logan Sargeant. De Vries ingehaald voor P21. En kijken daar misschien bij Ocon. We hebben daar een wheelspin moment en die positie moeten wij aan de Fransman laten. P19 op dit moment in de grote prijs. Einde ronde nummer 1 als Ocon al begint weg te rijden van ons. Stoeien gewoon met de auto. En daar zit Logan Sargeant aan te vallen voor P19. Kan er niet voorbij. Ook niet via de buitenkant. Lupzoontje geraakt. Sargeant dit keer wel gepasseerd. En wij zijn teruggewezen naar een P20. Kunnen laat remmen, dat wel. En duwen hem daarbij. Dat is goed om te zien. Nu proberen deze positie zien vast te houden in de grote prijs. Maken daar wel een fout. Een belangrijke fout. Dat ziet Sargeant misschien. Valt daar aan de buitenkant. Is er voorbij. Durft hem niet helemaal ernaast te zetten. Wordt daar gewoon de muur ingeduwd door ons. Nog steeds een P19. Ronde nummer 3. Als Webber probeert aan te vallen bij Sargeant. En hij
is er voorbij. Mark Webber naar een P20. Doet hij goed. We moeten vooral verdedigen van de jongens achter mij. Ocon en de rest gaan wij denk ik niet meer inhalen in deze race. Nog 17 rondes te gaan in de wedstrijd. DRS is beschikbaar gesteld door Race Director. Dus Mark Webber kan hier gaan aanvallen voor een P19. Wij gooien de overtakenknop alvast aan om extra snelheid te produceren. Webber kan er niet langs. Ronde nummer 4 is het. Nog steeds op P19. Webber nog steeds achter ons. En daar een flink moment overstuur op de exit. Heeft ons snelheid gekost. En daar komt Mark Webber voor een aanval. Is er gewoon voorbij. En wij kunnen wel terug aanvallen. Webber maakt een fout. Maakte daar een fout bij het aanremmen waardoor wij terug konden komen. Jazeker, een P19 nog steeds voor ons. Nieuwe strategie is beschikbaar. Wat kan Webber hier aan de buitenkant? Niet zoveel. Maar we raken elkaar daar. Op de voorvleugel en de bargeboard. Webber en Sergeant knokken samen om P20. Nog steeds in de vijfde ronde van de race. Webber weer die positie teruggepakt van Sergeant. P20 voor hem. Tsunoda op P18. En Webber raast er gewoon voorbij. Kunnen daar wel laten remmen. Verspreking, maar goed, dat geeft niks. Einde ronde nummer 6. Webber daar aan de binnenkant is er voorbij, maar kunnen achterlangs terugkruisen. Jazeker, en dat is nog steeds een P19. Houden het heel lang vol in deze grote prijs. Moeten het ook lang vol zien te houden, want ja, Webber is onze directe rivaal. Ronde nummer 10 alweer. Als wij naar binnen duiken voor onze laatste pitstop van de dag. Gaan naar de mediumband. Webber ook naar binnen gedoken. Een dubbele pitstop voor mijn team. De Vries is al naar binnen gedoken. En komen dus mooi terug op in P19. De overcut heeft gewerkt. De Vries dus nu achter ons. Koude banden op dit moment. Wij gaan verdedigen. En de Vries weet dat. Kan er niet voorbij aan de buitenkant. Gaan daar een beetje wijd. En de Vries vergaloppeert zich daar in die bocht. Grindbak gepakt door de landgenoot. En valt achter, denk ik, Mark Webber terug. Of voor Webber. Voor Mark Webber komt hij weer de baan op. Maar hij heeft een plekje verloren aan Logan Sargeant. Aan boord bij Nick de Vries. Ziet ons daar een fout maken. En ja, daardoor maakt hij ook een fout. En pakt daar de grindbak. Sargeant is hem gepasseerd. Ronde nummer 12 is het. Als het daar geel is in sector 3. Want Max Verstappen valt uit in de grote prijs. Verstappen finisht de race hier niet. 0 punten voor de landgenoot. 0 punten voor de ene Red Bull Racing coureur. Dat wordt dus een P18. Aan boord bij Max Verstappen rijdt het op een P6. En daar gaat de motor kapot. De Honda motor schrijft ermee uit. Jammer voor hem. Maar goed, het is wat het is. Ronde nummer 19 is het. Nog een ronde te gaan, dan zitten we in de laatste ronde van de race. Als het daar weer geel is volgens mij, of niet?
Nee, excuses. Ik dacht even dat het daar weer geel was. Nee, geen geel. Jawel, toch geel. Toch geel in sector 3, waar Verstappen zo net uitviel, valt daar volgens mij een Ferrari-coureur uit. Ik denk Charles Leclerc. Charles Leclerc valt precies op hetzelfde punt stil als Max Verstappen een aantal ronden terug. Motorisch probleem van de Monegask? Ja. Hij vertraagt al een rookpluim achter de auto en Leclerc parkeert hem op precies dezelfde plek als Max Verstappen. 0 punten voor de beide rijders. Dat betekent dat Lando Norris winnaar wordt van de Grote Prijs van Australië. Oscar Piastri pakt zijn allereerste podium in zijn Formule 1 carrière. Doet hij goed, wij komen thuis op een P17. Jammer, maar helaas. Het is wat het is. Op naar de volgende wedstrijd en kijken wat dat dan gaat worden. Okay, pick up rubber and bring it home. What a fantastic Grand Prix that was, and an excellent win for McLaren. So, Natalie, what made the difference out there today? Well, they are very much at one with the car, which is a cliche, but it's true. It's not an easy process, and that work is very much paying off. Our drivers are making their way out for the podium celebrations, and it's going to be McLaren picking up the winner's trophy. Congratulations to the entire team for that fantastic performance. Nou, hier ben dan het uitleg van de wedstrijd. Lando Norris wint voor McLaren de tweede race van seizoen 2. Russell naar P2. Piastri pakt zijn allereerste podium P3. Hamilton 4. En wij helaas naar een P17. Norris krijgt drive of the day. Goed voor hem. En hij leidt ook het klassement. Wij terugvervallen tot een 8e positie. We hebben nog geen punten gepakt. Mercedes nog steeds dominant aan de leiding. 32 punten verschil met McLaren. Maar goed, het seizoen is nog lang. Nog 14 rondes te gaan voor seizoen 3. Rivaliteit breakdown. Plus 2 voor mij, plus 4 voor Sainz. Wat betekent 3 tegenover 6? Doen het tenminste goed. Team Acclaim is ook weer neutraal. Helaas geen geld binnengekregen van een sponsor. En we hebben gegeven helaas 10.000 misgelopen. In totaal op de bank hebben wij staan $1.68 miljoen. Is het nog niet echt belangrijk? Want ja, Webber die doet nog een aantal races mee. We kunnen van de faciliteiten helaas niks updaten. Dus ja, dat is geen probleem. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. En de video heb je genoten, beloon dan zeker met een like. En abonneer je vooral voor meer wekelijkse F1 23 My Team Caramel content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.